Goedemorgen, Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto ziet er veelbelovend uit, maar dicht bij de grond zat nog wel laaghangende bewolking en mist. Maar dat lost allemaal vanochtend snel op en daarna krijgen we een flinke zonnige perioden. De wind waait uit het zuiden, voert zachte lucht aan, maar waait wel stevig met winkelt 4 tot 6. De temperaturen lopen snel op, uiteindelijk wordt het vanmiddag 15 graden. We hebben dan een flinke zonnige perioden, blijft overal droog en zijn hooguit enkele wolken zichtbaar. Heerlijk weer dus, jammer van die wind. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk weer toe en misschien valt er in het westen dan al een eerste bui. De wind blijft stevig waaien en halverwege de avond is het nog 11 graden. In de nacht gaat het dan overal regenen en ook morgenochtend regent het nog. Morgen later op de dag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Dan kan er misschien ook een klap onweer bij zitten. 10 tot 12 graden, dus iets minder zacht dan vandaag. Tweede paasdag levert de temperatuur weer een graadje in en dan gaat het nog wat harder waaien. Aan zee is de windkracht, windkracht 7, mogelijk stormachtig windkracht 8. Dinsdag en woensdag nog enkele buien, maar het aantal buien neemt af en er komt meer ruimte voor de zon. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik raad u aan vooral vandaag te genieten van het heerlijke weer.